Vandaag zijn wij te gast in de Rijksuniversiteit Leiden en spreken we met René Vink en Thijs Pork, die allebei deel uitmaken van het organisatiecomité wat een congres organiseert over de schrijver Tolkien. Goedemiddag. René, kun je mij vertellen wat dit congres precies gaat inhouden? Het congres heeft als thema Tolkien Among Scholars. En het is eigenlijk vooral bedoeld om de wetenschappelijke kant van Tolkien te belichten. Want die is natuurlijk in eerste plaats bekend als schrijver van een fantasy roman, The Lord of the Rings, in de Band van de Ring. Maar hij heeft ook een heleboel wetenschappelijke dingen geschreven. En je kunt ook op een wetenschappelijke, scholarly manier over zijn werk praten en schrijven. Ja. Thijs, jij bent iemand die ontzettend veel weet van Tolkien. En hoe komt het dat jij zoveel weet van hem? Tolkien en ik die zitten in, of Tolkien zat in hetzelfde vakgebied waar ik nu in zit. Hij was hoogleraar Engelse taal en literatuur. En hij specialiseerde zich in het oud-Engels, het vroeg-middeleeuws Engels. En dat is wat ik al 8 jaar nu onderwijs hier in Leiden. Kijk eens aan. Je ziet heel veel overeenkomsten en je ziet dingen uit het oud-Engels in zijn fictie, bijvoorbeeld. In een stukje wat ik over Tolkien las, dat hij zich erg liet inspireren door allerlei dingen als Beowulf. En daar heb jij hier een boek van staan. Ja. En ook over de oud-Noorse poëzie van Edda. Maar wat mij ook opviel, en misschien weet jij dat, René, hij liet zich ook inspireren door het Rooms-Katholiek geloof. Ja, hij was zelf ook Rooms-Katholiek. Zijn moeder had zich bekeerd tot het katholicisme toen hij nog jong was. En toen werd ze door haar familieleden min of meer verstoten. Want die waren allemaal Church of England. En een tijd later overleed ze aan suikerziekte, wat toen nog niet goed te behandelen was. En ze waren ook door die houding van de familie toch in wat financieel mindere omstandigheden geraakt. Wat heel bijzonder is, vind ik, in Tolkien, is dat hij een eigen wereld creëert. En ik denk dat er maar weinig schrijvers zijn die dat doen. Is dat ook de reden dat er zoveel mensen begeisterd zijn over Tolkien? Dat zoveel mensen zich daar instorten? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen, als ze een boek geweldig vinden, eigenlijk graag meer van hetzelfde willen, meer te weten willen komen over de context waarin het zit. En dat is bij Tolkien natuurlijk zijn gefantaseerde wereld, die allang bestond voordat hij begon met het schrijven van Lord of the Rings. Dus hij had al een eigen fantasiewereld voordat hij überhaupt schrijver werd? Min of meer wel, ja. Hij begon daar zelfs al aan toen hij bij wijze van spreken, in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog zat. Zat hij daar al over te fantaseren en op een gegeven moment werd hij ziek naar huis gestuurd en sloeg hij aan het schrijven. De talen van die wereld, die gingen eigenlijk vooraf aan de wereld zelf, want hij was een linguist en hij hield zich altijd met taal bezig. Ja. Wat ik zelf heb gemerkt in mijn omgeving, mijn man is bijvoorbeeld helemaal gek van Tolkien, die probeert iedereen aan Tolkien te krijgen, maar dan zijn er dus stromingen van mensen die zeggen, geweldig, nou fantastisch, en anderen, nou ik vind het dus echt helemaal drie keer niks. En daartussenin zie ik eigenlijk niet zoveel. Herkennen jullie dat? Of is dat toevallig in mijn omgeving zo? Tolkien zelf wist dat al. Die had daar zelfs een rijmpje over gemaakt. Oh. The Lord of the Rings is one of those things. If you like it, you do. If you don't, then you boo. Okay. Ja, nou, Tolkien is natuurlijk overleden in 1973, heb ik gelezen. En hij is nog steeds eigenlijk minstens zo bekend als toen hij in leven was, denk ik. Dat klopt. Het heeft natuurlijk ook te maken met die verfilmingen van 2000. Maar ook daarvoor was het boek populair en bleef heel veel gelezen. Ja. En wat ook bijdraagt eraan is dat er nog steeds boeken uitkomen, nog steeds werken uitkomen. Deze Beowulf-vertaling is nog maar 1 jaar oud. Wat ik wel las is dat hij voor de eerste keer eigenlijk iets opschreef wat in de richting was, hij noemde het geloof ik iets van de Hobbit in een gat in de grond of zo. Mm-hmm. Zoiets dergelijks. En dat daar een uitgever toen over zei van, ik zou daar wel eens een vervolg op willen hebben. Dat hij toen The Lord of the Rings heeft geschreven, maar dat het een hele tijd heeft geduurd voordat het eigenlijk gepubliceerd werd. Kun jij me daar iets over vertellen waarom dat zo gegaan is? Dus inderdaad, de Hobbit kwam uit en de uitgever wou meer. En wat Tolkien toen heeft geprobeerd te doen is de Silmarillion op te sturen naar de uitgever. Dat
daar waren de uitgever niet aan. Okay, en toen, het was ook niet af. Het was ook nog niet af. Okay. En toen heeft hij inderdaad een aantal jaar gedaan, nou, 17 jaar volgens mij, over het schrijven van The Lord of the Rings. Ja. En jullie hebben het nu over Tolkien Among Scholars. Waarom per se Among Scholars? Ja, hij was zelf een scholar natuurlijk, maar dat is gericht op een bepaalde doelgroep van mensen? Ja, nou ja, ook eigenlijk wel op iedereen die daar belangstelling voor heeft. Maar wij wilden dus een keer de nadruk leggen op zijn meer wetenschappelijke kant. Omdat meestal gaat het over fanachtige activiteiten. Mensen die rondlopen als elfen en orks verkleed en dat soort dingen. En wij wilden nu eens een keer laten zien dat er ook een hele serieuze kant aan zit. Dus. En er zijn ook verschillende wetenschappelijke tijdschriften die zich juist specialiseren op het werk van Tolkien. Je hebt Tolkien Studies, en Journal of Tolkien Research, Mythlore en Lembas Extra hier. In Engeland bestaat een Tolkien Society. Ik vind het ook typisch Engels, zoiets. Maar jullie zijn in navolging daarvan een Tolkien-genootschap hier in Nederland gaan oprichten. Hoe heet dat? Dat heet Unquendor. En dat is opgericht in 1981. We vieren nu ook het zevende lustrum. Dus, want 35 jaar geleden. Ja, want dat congres wat jullie dus organiseren is een onderdeel van dat hele zevende lustrum, toch? Jullie hebben op het congres ook gastsprekers, heb ik gezien. En een daarvan is professor Dr. Honecker. Ik begreep dat het een Zwitser was die lesgeeft en die doseert, moet ik zeggen, aan de Universiteit van Jena. Wat is zijn specialiteit? Waarom is hij de gastspreker? Hij is net als Tolkien is hoogleraar Oud-Engels, Middel-Engels. Daar doseert hij over, maar hij is ook een van de wereldwijd bekende Tolkien-wetenschappers op dit moment. Ik vind het toch wel heel bijzonder als ik dit zo hoor, dat het zo ver gaat. Dat daar dus mensen specialisten zijn op het gebied van Tolkien en op wat hij wetenschappelijk betekend heeft en als scholar betekend heeft. Dan denk ik, dan is dat toch wel een hele bijzondere man. Dat was het ook, ja. Ja, de meeste mensen denken natuurlijk aan rare wezens en tovenaars. Maar heel zijn werk is ook taalkundig geïnspireerd. Ja, want wat gebeurt er nog meer behalve het congres? Van alles. Feestelijke avonden. We hebben een groot diner in Den Haag. In de Haagse Toren, bovenin, met uitzicht. We hebben ook nog wat minder serieuze sprekers. We hebben een quiz, we hebben stadswandelingen georganiseerd. Een uitstapje naar de Tolkien Shop. Die zit hier in Leiden. En dat soort dingen, ja. Okay. En die Tolkien Shop, moet ik me daarbij voorstellen dat dat meer de feestartikelen zijn? Of? Alles, zowel de merchandise van de films als serieuze en wat minder serieuze boeken. En kunnen mensen ook deelnemen aan dat lustrum, aan die lustrumfestiviteiten? Dat kan. Alleen de inschrijving daarvan die is al gesloten. Dus eigenlijk is het daar te laat voor. Maar voor het congres is het nog mogelijk om je in te schrijven. En waar kunnen mensen zich dan inschrijven? We hebben een website en ik neem aan dat de beschrijving onder dit filmpje komt. Dus de link daarnaar. Yes. Het gaat allemaal via de website. Okay. En wanneer is het congres? 18 juni, zaterdag. En waar wordt het gehouden? Hier in het Lipsjesgebouw van de Universiteit Leiden. Ik wens jullie ontzettend veel succes met de festiviteiten van het Lustrum en ook uiteraard met het congres. Ik hoop dat er heel veel mensen naartoe komen en dat jullie daar ook heel veel succes mee hebben. Het lijkt me enorm interessant. Veel succes. Dankjewel. Ja.